Hallo allemaal, ik heb in deze video een top 10 voor jullie, omdat we oktober zijn een top 10 die te maken heeft met Halloween. Ik heb namelijk een top 10 over naar mijn mening de mooiste pompoenen. Voordat we beginnen, abonneer even op mijn kanaal. Joejoe! Nou, op de nummer 10 staat best wel een simpele pompoen, dat is ook de reden dat hij op nummer 10 staat. Kijk maar even mee. Ja, het zijn gewoon driehoekige ogen dus, best wel simpel. En ja, wel leuk dat hij nog tanden heeft, maar ja, voor de rest best simpel. En dat is ook meteen de reden waarom hij op nummer 10 staat. Nummer 9 is ook best wel simpel, alleen ja, ik vind toch de 9 wel wat mooier dan de nummer 10. Omdat de 9, die heeft gewoon, die ziet er gewoon wat meer details ofzo. Want je ziet heel duidelijk gewoon een hele grote brede glimlach. Ja, ik weet het, Halloween, dat moet een beetje, ja, geen glimlach eigenlijk, maar daarom staat hij ook op nummer 9. En de nummer 8 vind ik persoonlijk best wel vet al worden, want zoals je kan zien is die mond gewoon al helemaal, ja, hoe moet je dat zeggen, gewoon heuvelachtig. En ik vind dat gewoon mooi, ik vind het gewoon echt mooi en het is ook niet meer echt driehoekige ogen, het is gewoon, ja, wat meer... Ja, detail en vorm en alles. Dus ik vind nummer 8 wel een redelijk mooi al. Nou, dan komen we bij de nummer 7. En die vind ik ongeveer even mooi dan de 8. Maar ja, als ik toch moet kiezen, zou ik de 7 wel boven de 8 zetten. Laat even hier beneden weten, jongens, welke jullie mooier vinden. De 8 of de 9. Dit is in ieder geval mijn mening hierover. Nou, de nummer 6. Deze vind ik best wel vet, omdat je dus ook gewoon, omdat hij dus wenkbrauwen heeft. En ja, de details zijn gewoon heel erg goed. En je ziet gewoon, ja, puntentanden. Het is gewoon allemaal best wel vet gemaakt, vind ik. Dus dat is de reden dat hij op nummer 6 staat. En dan komen we bij de nummer 5. En deze vind ik echt best wel vet, omdat het dus net lijkt alsof die mond gewoon helemaal dichtgenaaid is, zeg maar. Omdat er allemaal van die streepjes doorheen staan. En ja, ik vind dat echt best wel vet. De ogen zijn, by the way, best wel basic. Gewoon, ja, gewoon rond. Een beetje, niet helemaal rond natuurlijk, maar wel, ja, een beetje simpel. Alleen die mond, dat, ja, dat pakt mij gewoon meteen. Daarom staat hij ook op nummer 5. Nummer 4. Er zit bijna geen verschil tussen de nummer 4 en de 5. Maar toch heb ik nummer 4 boven de nummer 5. Omdat ik gewoon de neus wat mooier vind. Van nummer 4. Omdat bij 5 is de neus zeg maar zo, met twee strepen zo. En bij de 4 zijn het gewoon twee van die rondjes. Dus dat vind ik gewoon net iets mooier, jongens. Nu komen we aan bij de top 3. En nu wordt het interessant, jongens. Geloof mij maar. Op nummer 3 staat een die ik best wel mooi vind. Het is gewoon een kat die ze uit een pompoen hebben gesneden. En het ziet er echt oprecht best wel heel erg vet uit. Ook omdat er best wel veel detail in is gestopt en best wel veel werk, gok ik. Dus ja, daarom vind ik hem best mooi. Maar waarom die dan niet op nummer 2 of 1 staat, dat heeft te maken omdat ik vind een Halloween pompoen, jongens, dat moet een beetje eng zijn. Een beetje griezelig, weet je wel. Ja, tuurlijk, het is niet eng, maar een kat. Kom op, man. Dat is toch... Het heeft niet echt iets met Halloween te maken. Dus ja, misschien wel hoor, maar zo zie ik dat in ieder geval niet. Nummer 2 staat een pompoen die ik best wel vet vind. Omdat hij ook weer wenkbrauwen heeft en de ogen zijn best wel mooi, vind ik. En die mond vooral, dat vind ik zo ontzettend creatief gewoon. Dat mensen het gewoon zo kunnen bedenken dat je dat ook zo kunt doen. En het ziet er gewoon echt super vet uit, vind ik. En je ziet bijna nooit een pompoen die er zo uitziet en dat maakt hem ook best wel speciaal. En dat is ook de reden waarom die op nummer 2 staat. Laten we doorgaan naar de nummer 1, jongens. Zijn jullie nieuwsgierig? Like dan even. En jongens, ik vind pompoenen vind ik wel mooi als de mond gewoon heel mooi uitgesneden is. En bij de nummer 1 is dat echt heel erg vet, vind ik. Het is gewoon zo ontzettend kunstig als je zoiets kan maken. Ik vind het echt oprecht knap. Hoe mensen zoiets kunnen maken. En die ogen ook, die zijn gewoon zo ontzettend vet, vind ik. En ja, dat maakt hem gewoon de nummer 1. Laat even weten of jullie het met me eens zijn over deze top 10. Hoe ik het heb ingedeeld. Tenminste, dit is mijn mening over waar ik alles heb staan op nummer 10 en zo. Dus laat even weten of jullie het een beetje met me eens zijn. Of jullie het anders hadden ingedeeld. Laat het ook dan weten
hoe jullie het anders hadden gedaan. Dan was dit de video. Vonden jullie hem leuk? Like even. Abonneer hier beneden op mijn YouTube kanaal. Met dat belletje aan om geen enkele video te missen. En ja jongens, dan zeg ik nog maar één ding. En dat is, zoals altijd, laters. I've been quiet for too long.